ben Esther. Ik ben in 2007 in het Erasmus beland. In Tilburg werd bij mij de diagnose gesteld dat ik ontstoken hartzakje had. En na dat ontstoken hartzakje herstelde ik niet helemaal lekker. En ik voelde me wat grieperig. Uiteindelijk toen ik weer bij de internist was, zei hij, god, wat heb je ook een hoop blauwe plekken. Dus ja, dat klopt, maar ik heb snel blauwe plekken en ik stoot me geregeld. Dus voor mij was dat wel een logische verklaring. En ik gebruikte bloedverdunners vanwege dat ontstoken hartzakje. Dus ik had alles kunnen verklaren van ja, ik zal wel een griep onderleden hebben en nou, wat dingen die spelen. Vervolgens werd duidelijk dat ze daar Tilburg mij niet ervoor kon behandelen en werd ik naar het Erasmus gevoerd. En toen werd ook de term leukemie voor mij voor het eerst gebruikt. Dus op die manier kwam ik hier in het Erasmus terecht. Daar heb ik ook meerdere onderzoeken gehad. En toen werd duidelijk dat het acute myeloïde leukemie was. En op maandag was ik hier en op zaterdag begon ik met mijn eerste chemokuur. En daarvoor ben ik in eerste instantie, de eerste opname was 5 weken. En die 5 weken lag ik ook op dezelfde kamer, in een kamer met een sluis opgenomen. Omdat door de chemokuren die ik kreeg voor de leukemie, mijn weerstand zo omlaag zou gaan dat het eigenlijk gewoon niet veilig was om uit die kamer te komen. Dat moest allemaal zo beschermd zijn. Bij mijn eerste kuur werd duidelijk dat het goed zou zijn als het zou lukken om een stamceltransplantatie te doen. Maar toen werd nog een donor gezocht. En mijn broer en mijn zus zijn toen getest hier in het Erasmus. Maar bleken geen geschikte match te zijn. En doordat ik na mijn eerste chemokuur schoon was, kon ik gelukkig mijn eigen stamceldonor worden. En daardoor kon ik uiteindelijk na al die periodes hier naar buiten lopen en waren de behandelingen klaar. De kennis en kunde die hier was, was heel erg merkbaar. Ook dat iedere dag moest het bloed afgenomen worden. Op een gegeven moment had ik een Hickman-katheter ingebracht gekregen de eerste week. Omdat iedere dag bloed prikken, dat kon mijn vaten was al moeilijk prikken. Laat staan dat het iedere dag zou moeten. En alles ging met een bepaalde souplesse en snelheid. En dat was heel prettig om te ervaren. Dus in 2013 had ik mijn laatste controle. En daarna, nu heb ik nog af en toe een bloedcontrole in, maar gewoon in Utrecht waar ik nu woon. En dat voelt, voor mij voelt de periode van toen ook bijna als een ander leven. Als ik nu zie, ik woon ergens anders, ik ben ondertussen getrouwd. Dus dat, ik weet wat er is gebeurd en ik kan ook heel goed terugdenken aan hoe ik toen in die kamer lag en wat er toen allemaal gebeurde. En, maar wat ik zeg, dat voelt bijna als een ander leven, omdat het zo lang geleden alweer is en er alweer zoveel andere dingen zijn gebeurd.